Wat een rare houding eigenlijk. Ja, het is een hele rare houding. En dan komt hij. Dit is hem. Ja? Zeker. Wie kent dit beeld nou niet? Het melkmeisje, een van onze grootste iconen aller tijden. Wereldberoemd, net als andere werken van Johannes Vermeer. Dit is hem. Net echt? Ja. Wauw. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar 6 werken zijn verdwenen. Heel Nederland mag een poging wagen om een persoonlijke invulling te geven aan een missend werk van Vermeer. Ik ben beeldhouwer. Ik werk met stof op de naaimachine. Ik ga het met hout doen. Ik werk heel erg abstract en moet kijken of dat in de geest van Vermeer daar een draai aan kan geven. Hallo allemaal, welkom. In de zaal zitten niet alleen deelnemers aan de vrije categorie, maar ook 2 meesterschilders. Het is natuurlijk gaaf dat je een schilderij gaat reconstrueren van zo'n groot schilder, wat er niet meer is, maar waar wel nog tekst van is. Eigenlijk word je zijn handen, hoop ik. En die verdwijnpunten zitten natuurlijk niet op het schilderij, maar een beetje ernaast. Er zit een dobbelsteen verkeerd, dan heb ik toch wel een groot probleem. Oh, dit is hem. Dit is hem. Dat is nu een soort disco tapijt geworden. De vermoeidheid begint een beetje toe te slaan. Meneer Vermeer, ik weet het even niet meer. Spannend, hè? Dat is nog eens bijzonder ingepakt. Ja, mooi, ja. Hé, hoe is dit gemaakt? Jij dacht, ik doe eens even wat anders. En dan is het aan de jury. 2 uitzonderlijke Vermeerkenners. Het is een opgespannen doek zoals we deden in 17e eeuw. Ongelooflijk. Er zit een werk in zich. Laat het winnende werk maar komen. Welkom bij de nieuwe Vermeer.